Wil je voor me openen, toch? De opene vlog dan. Een hele goede morgen. Leuk je kijken. Ik ben echt wat jullie bij jij te En ik ben Sevegwets. Ik ga Kiki even naar school brengen. En dan ga ik gewoon weer naar huis, want ik heb last van mijn maag, niet normaal. Dus let's go. Zo, Kiki de school gebracht. Super leuk om haar van school te brengen. En ik zou vandaag weer aan het werk moeten, maar ik ben niet gegaan omdat ik gewoon aan het diarree ben. En buikpijn. Nou, ik wens precies hetzelfde. Dus we zijn een beetje van slag met z'n tweeën. Ik denk dat het door eten komt in het buitenland. Of dat we te weinig hebben gegeten en nu in één keer gewoon fatsoenlijk eten. Geen idee, maar ja, even tot rust komen. Dus ik ga weer lekker naar huis. Nou, wat doe je de hele dag? Film kijken. Moet toch wat? En net ook een gezin. Super toffe film. Maar het is zover. Ik ga even Kiki ophalen. En moet ook gebeuren. Ik pak in ieder geval een beetje frisse lucht vandaag. Dus ik ga me even aankleden en dan gaan we die kant op. Zo. Kiki opgehaald, hoe heb je het gehad op school? Goed. Ja, was leuk. Mag ik nu openmaken? Ja, is het gehad. We hebben een pakketje binnengekregen en Kiki wil hem graag openmaken. Zoals jullie weten heb ik een hele tijd geleden zijn we op een boot geweest. En van dit bedrijf, S-Vis. En die doen in camera's, stofzuigers, noem het maar op, inbraaksystemen. En, nou, het pakket wordt uitgebreid, dus twee camera's extra. Dus Kiki gaat ze even lekker openmaken, ga ik ze zo meteen lekker installeren. Nou, vraag maar. Spelletje timer, wat is het? Wie is het? Jouw jongen, blauw haar. Blauw haar? Nee. Mij ook niet. Dan moet je. Ja, en de hond uitlaten, dat moet ook gebeuren. Waar is Kiki? Oh, ik laat mijn riem vallen. Oké, zijn we weer. Heb je gevonden, schat? Ik kom uit de modder. Uit de modder, wat lag daar dan? Een eikel in. Een eikel? En nog meer eikels zoeken. Gewoon de eikels in mijn zakkie. Nee, in je zakkie? Lekker op de step. Ja. Die gaat hard, hè? Oké. Nee. Hey. Kijk wat ik haal. Aan de kant zie ik een lijn. De kiki toeter. Maar. Nou, nog even lekker vet. Oh. Ga je door de plas in steppen dan? Nee. Nee. Oh, moet dat zo? Nou, gas geven dan. Kom op, Ada. Dan doe je een klein plasje af. Hoppie. Nou, weg nog even een hondje laten. Zit ik hier lekker op bankje, kieken en schommelen. Zit ik in mijn zak van mijn oude winterjas. Vind je? Gewoon mijn oude iPhone. Ik snap ook wel waarom ik een andere iPhone heb gekocht. Ik heb nog een iPhone te koop staan. Ik kreeg heel veel reacties op mijn Marktplaats. Misschien moet ik deze er ook maar op zetten. Weg ermee. Zo vind je nog eens wat. Lukt het, Kiki? Lukt het? Lekker man. Ja? Remmen? Even remmen?
Even remmen. Maar toch verbaas ik me over hoe goed die camera is tegenwoordig. Het is best ver, hè? Mop op. Nou, ze gaat nog even lekker doorschommelen. Ik weet niet wat ze van plan is, maar ik moet stil zijn. Ik weet niet hoe ik het zo laat doen is. Nou, ik ga even mijn jas trekken. Kom zo wel. Wat doe jij? Ga jij mij laten schrikken? Jij bent een manje. Ik ging je niet laten schrikken. Maar wie ging daar dan kloppen? Was dat papa? Wat een boefje. Wat is dat? Wat is dat? Van jou. Ik heb even lekker mijn Turkse thee onder het eten met een pastaatje en de pasta saus. Lekker, Kiki. Dat heb ik bij Tom de Jamie gegeten. Wil je nog meer? Nee. Lekker, hè? Nee. Jij bent een boef, kijk die kop. Dat is iedereen hoor, net ook met die stepje hoor, niet normaal. Rustig, rustig. Strik de plezier van de bord af. Ja. Doe eens rustig, Kiki. Nou, nu gaan we kijken hoeveel we vanavond kunnen eten. Ja, het is een drama met eten, hè? Ja. Ik ga nog steeds een meatball. So, let's go. Oké, ik was vergeten dat ik de kapper moest. Dus, let's go, begin ik al op. Rens, Kiekje heeft nu allemaal de douche aan doen. En die gaat haar zo naar bed brengen. Dus ik ga even naar de kapper. Doei, vriendje. Ja, jij moet ook weer naar de kapper binnenkort. So, let's go. Yes, aangekomen bij de kapper. Let's go. Ja, Steffen. Hoe die Tom? Ren. Los Charles. Broeders. Smeek je maar. Alles op. Kill. Hij is mijn kou, jongen. Is goed? Goed. Mooi, jongens. Hey, Charles. Dag je, ben je klaar met je eigen helemaal kanaal? Nou, dit is al heel duur. Ik dacht dat dit nog pas 2 jaar voordat hij af moet. Eigenlijk heb ik eigenlijk wel van muziek smaak. Dat kan ik, dat kan ik zeker. Wat ben je van plan, Ben? Wat ga je doen? Wij gaan mijn vriend Michello gaan wij in Italië een shape geven. Dat doen wij van tevoren doen wij zijn gezicht een klein beetje insmeren met olie. Ja. Deze heeft een lekkere tonka geur. Ruik je dat met je of niet? Mm-hmm. Is fijn, hè? Mm-hmm. Nou, als hij dat niet ruikt, ik ruik het hier en ik ruik altijd slecht. Ja. Die ruik je wel. Ruikt het lekker of? Ja. Dus maar. Wat we dat gaan doen? Een soort olie? De olie die, die zit op zijn gezicht. Dan gaan we nu 2 handdoeken warm maken. Ja. En zodat we die olie een beetje in kunnen laten trekken op zijn gezicht, worden de haartjes wat weker, wordt zijn huid wat zachter. Handdoekje warm. Handdoekje is lekker warm. Hoeveel graden is dat ongeveer? Warm. Ik denk een graad of 80. 70. Komt onder een echt kokend hete kraan. En doe je altijd hem zo? Ik denk ik doe het niet. Nou, gaan we ondertussen gaan we even de zeep gaan we klaarmaken. Het is net alsof ik weer in Turkije ben.
Een soppie? Soppie? Voor een doppie? Nou, niet voor zijn doppie. Officieel mag ik niet lopen om hem heen. Waarom niet? Ja, dat zijn regels. Dat vinden ze onrustig binnen de barbecue. Je moet op één plek blijven staan. Maar je hebt het nooit rustig, dus... Nee, dat... daarom. Ik heb je kan al, dat. De ADHD die knettert me toch al door de kop. Kwastje hem in de neus. Nog een mannetje, hier zo. Dit zou niks voor mij zijn hoor, ik ging alleen maar omgaan naar dan. Als je hier ligt? Ja. Nou, dat doe je niet als je hier eenmaal ligt. En je nee, als ik hier ben, zoals Jan werk zou doen. Oh, dat? Ja. Jij zou alleen maar omgaan bij de mensen uithalen. Ja. Ja. Nou, hij heeft het liefst de hele dag zijn vast in zijn hand. Hoe voelt het, Mitchell? Heerlijk. Gaat het goed? Ik ben erg benieuwd hoe jouw huid op je keel straks gaat doen. Als jij jezelf helemaal glad scheert, krijg je dan wel eens op je keel bloed? Ja, maar dat is door de vlugheid, denk ik niet. Voelt het vervelend, Mitchell? Nee. Oké, dan is het goed, want ik doe dit namelijk echt voor het eerst. Lekker is dat, als iemand dat zegt met een mes op je keel. Je hebt net filmpje gekregen over YouTube, of niet? Ja, ik heb net van YouTube geleerd. Mensen joggen. Ik ben het arm tegen mijn pielenmuisje, hè? Dan trek je hem aan de bunnen. Ja, je denkt, oh. Hollen. Je hoort het ook gewoon, hè? Maar dit is een lady shaver, toch? We komen op het moeilijkste gedeelte, dat is het kindgedeelte. Daar zit vaak, naast de snor, zit daar de stugste haren. Maak het iets natter. Dan gaat hij net iets lekkerder over. Hoe noemen ze dat? Befshiki, toch? Het Befshiki is dat. Inderdaad. Lekker, man. Dat is inderdaad het... Juist, dat is onze vakterm. Oh. Ja, de lens wat langer dan je dacht, hè? Ik hoor jou altijd heel zwaar ademen in je vlog, zei Stef. Maar ik heb een donkerbruine vermoeden dat ik dat nu ook aan het doen ben. Nee, maar ik wil dat een soort hijgende beer... En dus voor de naweeën? Ja, gewoon ontspanning. Even die huid ook weer laten, tot rust laten komen. Zo kan ik ook makkelijker die zeep allemaal van zijn gezicht verwijderen. En hoe voel je het scheren gaan? Ik? Ja. Nou ja, het is wel eens beter gegaan bij mensen met zo'n meisjesbaard als jou. Ik ben niet ontevreden. Dat is, Even een paar kleine... Finish and touch. Inderdaad, nog kleine puntjes op de i. Mijn vriend Mitchell is een wasbeer, zo baard. Kijk toch eens. Nou, ik heb je nog wel aardig heel gelaten. Dan eindigen we altijd met een lekker klein aftershaveje. Met je oogjes dicht? Ja, die hou je nog dicht, hè? Prikkedaan is je mondje ook dicht. Dit zou hij wel heel gezellig vinden. En dan... wapperen we hem even af. Pak hem als een man, Mitchell, de prikkings. We werken hem even af. Deppen we hem nog even een klein beetje fris en fruitig. En dan is hij weer een echte hele meneer. Okay. Oeh, is lekker hoor. Ja. Lekker man.
Klap. Goed bezig, Kul. Dank u. Yes. Kapseltje weer top. Heerlijk. Kan ik weer lekker van genieten altijd. Ik ga me ondertussen even lekker douchen. En dan ga ik lekker naar bed. Ik hoop dat ik jullie weer heb laten genieten van de vlog. Dus ik zeg, like naar beneden. Tot de volgende keer. Later.